een iets minder seizoen gedraaid. De laatste anderhalve maand, zeg maar, ga je heel goed om met het feit dat het niet zo goed ging. Je boekt heel veel progressie. Dit WK in Valkenburg is voor jou een beloning van alle inspanningen die je nog hebt gedaan de laatste maanden. Ja, ik denk dat we moeten terugkijken naar een wegseizoen 2017 wat niet verlopen is zoals iedereen en ik zelf ook had verwacht. Ik had gehoopt dat ik in 2017 kon laten zien in een nieuwe ploeg wat ik waard was. Maar helaas door fysieke omstandigheden en fysieke belemmeringen moest ik dat aan me voorbij laten gaan, zeg maar. We zijn heel lang bezig geweest omdat ik maar bleef sukkelen om de oplossing en hetgeen te vinden van wat is er nou eigenlijk met je aan de hand. Daar zijn we dan na heel lang zoeken achtergekomen. Dus voor mij is de ideale voorbereiding naar een crossseizoen is er niet geweest. Normaal rijd ik een heel goed wegseizoen en dan spring ik in de cross mee en rijd ik ook goed. Dat heb ik dit jaar niet kunnen doen en ik ben pas in november kunnen gaan starten met trainen vanaf nul helemaal. En als ik zie wat ik nu in de afgelopen 3 maanden, wat voor progressie ik heb geboekt, ben ik heel erg tevreden dat ik hier gewoon morgen aan de start sta. Ja, je hebt in de tussentijd natuurlijk ook nog een paar hele leuke wedstrijden gewonnen. Dat geeft je voldoende, meer dan genoeg moraal om morgen gewoon 500% te gaan. Nou, ik ga morgen sowieso bij mijn uiterste best doen. Dat doe ik iedere wedstrijd. Dus dat zal morgen niet anders zijn. Natuurlijk heb ik mooie wedstrijden gewonnen. Maar niet al de wereldtop, die stond daar aan de start. Moet ik ook realistisch mee zijn. En ik ben deze week niet helemaal fit. Dus dat speelt ook nog een beetje mee in mijn hoofd. Maar we gaan morgen gewoon een mooie wedstrijd rijden. En ik hoop de knop om te zetten en gewoon het allerbeste te geven van mezelf. Talita, wij gaan jou natuurlijk ook volgen morgen en ik zou bijna zeggen heel veel succes en ga ervoor. Ga ik zeker doen, dankjewel.